Mathieu, we hadden jou niet meteen verwacht vandaag in de ontsnapping. Wanneer heb je beslist, ik ga ervoor? Nee, dat was ook niet het plan deze ochtend, maar ja, die eerste klim ging het echt, echt bijzonder hard. En ik voelde me vrij oké. Ja, het was toch sowieso afzien voor iedereen en ik was dan weg met een grote groep, maar ja, ik had al snel door dat het niet echt een kans op slag had, omdat het verschil werd wel heel klein gehouden. Ja, het was eigenlijk een kansloze missie. Op een bepaald moment haak je dan af, is dat ook bewust van oké, ik moet me een beetje sparen voor wat nog komt? Ja, het is kansloos sowieso. Misschien ja, als de voorsprong groot genoeg is, dan is het misschien nog steeds kansloos voor mij op zo'n etappe, maar ik denk dat dit wel goed is voor de koersbenen te krijgen. Ja, hoe was het met die benen bergop op die Galibier? Had je een goed gevoel? Ja, de Galibier niet echt. dat was het goed gevoel al een beetje weg, maar ja, daarvoor voelde ik me wel vrij oké. Dus, ja, het is een beetje wat ik nodig heb nu, die koershardheid, dus komt goed. Morgen een nieuwe kans voor jullie. Ja, ik denk vandaag was een beetje overleven voor iedereen en morgen is onze kans. Hoor. Iets aangenamer en net iets relaxer om rond te rijden. Er werd al volop gespeculeerd. Mathieu van der Poel gaat doen wat Wout van Aert op de Mont Ventoux heeft gedaan. Nee, daarvoor zijn de benen zeker ook nog niet goed genoeg. En ik had ook al wel vrij snel door dat we niet genoeg speelruimte kregen van het peloton. Oké, dankjewel Mathieu. Wat is er voor de klimmer, Mathieu, hier te halen? Want vorig jaar nam je ook in die eerste bergetappe de vlucht mee. Is dit iets wat dus dient voor een grote rol? Is dit zo'n rit? Ik zit gewoon iets liever in de kopgroep dan dat ik van achter of in het peloton zit. Maar het is niet zo dat er een bepaald trainingsschema is richting die spelen waar dit een onderdeel van uitmaakt? Nee, dat niet. Ik denk dat ik gewoon nog een beetje op zoek ben naar die koershardheid. En ik zei, die eerste klim ging sowieso echt heel hard. Dus of je dan nog wel mee probeert te springen of niet, dat maakt dan niet heel veel verschil. Voorspelling voor vanavond? Goh, 1-0. Voor Oranje toch, neem ik aan? Ja. Dankjewel.